de Textown Tigers, Lizzie Clarijs en Dinette Oosting. Wel bekend voor mij, mag ik er wel bij zeggen. Dames, hoe hebben jullie deze dag ondervonden? Vertel eens. Zo. Ja. Heel veel gebeurd. Echt heel veel gebeurd, ja. Twee lange wedstrijden waar heel veel geslagen werd. Heel veel dingen gebeurden in het veld. Moet wat hoger naar je motor. Oh, excuus. Eerste keer, hè? Ja, oké. Okay. Hoge ballen, lage ballen. Ja, er gebeurde gewoon heel veel van beide kanten. Het was echt, je wist gewoon niet wie er ging winnen. Zelfs deze wedstrijd tot de laatste wedstrijd moest je wel nog steeds de nullen maken. Ja, dat klopt. In die eerste wedstrijd was het natuurlijk zo. Je kwam met 7-2 achter, geloof ik. Dan kwam je terug en dan krijg je toch de klap terug. Hoe werd dat gevonden in het kamp Tigers? Ja, dat was echt jammer. Dat was echt jammer. Die hadden we echt moeten pakken. Dat we nog zo terugkwamen was natuurlijk hartstikke goed. En dan hadden we eigenlijk ook gewoon af moeten maken. Dus die was wel echt heel jammer. Ja. Oké, en dan komen we bij de tweede wedstrijd. Dan denk je van, wat er nou gebeurt, we pakken het aan. Ja, nu is het klaar. Nu moeten we even laten zien wie we zijn. Oh, excuus. Ja, daar gaan we weer. Ja, je moet het dichter bij je mond houden, anders, anders horen we het niet. Ja. Ja? Ja, en is het klaar? Aanslag? Lekker? Ja, ik ben heel blij voor aanslag, als ik praat over mezelf. Ja, dat mag. Ik heb een goede dag gehad, zeker. Fijn. Nou, wij hebben in ieder geval ook genoten. Ik moet zeggen, van die eerste wedstrijd van Winder, omdat die zo afliep, moet ik zeggen. Want ik zit natuurlijk in het andere kamp dan waar Erika en Hans in zitten. God, voor jou hetzelfde, want die tweede wedstrijd was jou kwaad aan het klappen, of niet? Ja, dat werd tijd. Dat is wel lekker, ja. Ja, dat belooft wat voor maandag. Want maandag moet je tegen? Kwik. Nou ja, dat gaat dan... Ja, we hebben nog wat terug te pakken, dus dat gaan we doen. Nou, dan wens ik jullie daar veel succes mee. Bedankt dat jullie hier even wilden komen. Ik zou zeggen, maandag veel succes en we zien elkaar gauw weer. Yes, dankjewel. Zo. Goed, ik sta hier met Lisa Hop, die vandaag twee wedstrijden voor Olympia heeft gespeeld. Ik zou graag willen weten, hoe heb je deze twee wedstrijden ondervonden, Lisa? Ja, die eerste was heel anders dan de tweede. De eerste, ja, heel spannend. Maar ja, ook al was hij heel close, op een gegeven moment had ik nooit het gevoel dat we hem zouden verliezen. Ik had altijd wel het gevoel dat we... Nou, ik had het gevoel, maar dat komt misschien ook omdat mijn dochter bij de andere partij speelt. Van, nou, die komen lekker bij. 7-2, 7-3, 7-4 tot 7-7. En dan zelfs een voorsprong, denk ik, dat ze op een gegeven moment namen in de tiebreak. En dan komt die geweldige klap. Hoe heb je die ondervonden? Ik dacht, laat ik eens even op de eerste bal swingen. Nou. En dat ging wel ver, ja. Nou, ver. Dat was een geweldige home run, man. En je neemt vier mensen mee naar thuis. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Fantastisch. Tweede wedstrijd was je wat zagrijnig over, zei je net. Ja, heel erg. Dus vertel eens waarom. Ja, gewoon heel anders. We gingen er al een beetje timide in. En niet met dezelfde mentaliteit als in de eerste. Ik had eigenlijk het gevoel dat we in de tweede inning al een soort opgave of zo. Ja, want toen stond je al behoorlijk achter ook, geloof ik. Hè? Want we kwamen toen er niet doorheen. Ja, nee, dat klopt. Dus, Maar goed, gedeeld. Ben je daar dan tevreden mee? Ja, van tevoren hadden we gezegd, als we delen zijn we ook blij. Ja. Dus we zijn blij. En we zijn ook blij dat we hebben kunnen spelen. Ja, zeker weten. Ik vond het fijn dat je hier even was. Dank je wel. Veel succes verder in de loop van de competitie. Bedankt.